Met een zonskapmelder, want op de tafel zijn Ronnie D. en Elliot Slesser. En de kapteinbronnen. En Elliot Slesser. Ik ben in de bekendste naam, maar verder dan door een aantal geweldige matches die spelen. En er is er eentje gekregen van de Zorren, nog niet zo lang geleden.
met zijn heet geweest. Zou het zomaar kunnen.
het ook vroeger nog kunnen afsluiten. Weet ik maar. Slechts gewonnen van Benoit Paire. Dat betekent voor Nishikori een plek in de kwartfinales op het thuisverlooi dat hij uitstekend is te winnen. Nishikori is ook nog in de strijd voor ATP Finals Cricket. Hij staat onder de 10, dus elke gewonnen partij telt. In de tweede ronde, in de tweede set, toonde hij veerkracht door zich terug te vechten van een 3-0 achterstand. De zetstanden waren 6-3 en 7-5. Grigor Dimitrov was derde geplaatst op de ATP-toernooi van Beijing. Dus zoals het onderuit gaat tegen Dusan Lajovic. Het was een wedstrijd die op en neer ging. Dat hebben de zetstanden van de 6-4, 2-6 en nog een keer 6-4. Tot voor de tweede keer dat de Servische qualifier is te winnen van de top 10 speler. Hij kan zich in de volgende ronde om gaan maken van een clash met als 5e geplaatste Cal Abbott, die diep moest gaan tegen de qualifier Matteo Berrettini. Ook de dames zijn van de partij in Beijing. Caroline Wozniacki is daar als 2e geplaatst. Hij kwam tegen de Kroatische nummer 36 van de WTA Rankings, Petra Martic. Wel op geen moment in gevaar. Net als bij de 5 voorgaande opnieuw meeting, trouwens 6 van de Lagerzoek, 65. Voor Martix was het lang geleden dat ze wedstrijd verloren, was ze onder 8 aan de laatste wegen. Smith was hier eigenlijk nog niet te weten om zichzelf 5 in te kasseren. In de strijd van het ticket voor de WTA Finals heeft Caroline Pliskova een belangrijke overwinning geboekt. De Tsjechische verzoek in Peking, de Wit-Russische Alexandra Sasnovic. In 2 sets, het werd 16-6-4. De beste 8 tennissers van 2018 plaatsen zich voor het eindejaarsschool in Singapore. Pliskova is de huidige nummer 8 van de jaarlijst. Kiki Bertels staat 9e. De Nederlandse bereikt de eerder op de laatste 16 en speelt morgen tegen Siniakova. FC Barcelona treft vanavond voor de Champions League beslagen gehandicapt tot de Hotspur. De Engelsen moeten de gebaseerde deel Ellen Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Moussa Dembele missen. Toch koestert Tottenham spits Harry Kane verwachtingen. Met name in Eikhuis is Tottenham bewezen de Europese topclubs goed partij te kunnen bieden. Ja, of course, it's a massive game in the group. You have one that's start with 2 losses. So at home, I think we've got to be strong if we want to progress. So it's a good game for us. But obviously, we know Barcelona are a fantastic side, but we proved last year that we can beat the top teams, especially at home. So, yeah, we're looking forward to the game, but we know it'll be a good test.
luisteraars, ze worden het eerste groepsduel van Internet 2-1, Barça begon met een 4-0 zege van PSV. Samsung Galaxy S8. Ontdek het op Vodafone.nl. Geen motorrij gewonnen, maar wel een nieuwe Suzuki rijden. Dat kan. Haal je oude auto in en ontvang nu tot al 1500 euro extra inruilwaarde. Kijk op Suzuki.nl. De tweede wedstrijd Mark Cell zien winnen van Mark Davis, die van zijn momentum gebruik wil maken en op zondag in China de China Championship. Kreeg je een grote dikke prijs die zijn plek, zijn eerste plek op de World Ranking, weer solide maakt.
gekregen voor deze Europese Masters. Wat wij zou spelen, als het heet, is dat is wat Mark Selby probeert te doen. Karen Wilson, over heet IJzer, gesproken. Hij won de Holland Classic en de Six Reds World Championship en een halve finale in de Shanghai Masters. En dan daarna even rust. Heeft na de zeven race had al gekozen in die Olympische Spelen. Maar de China Championships laten schieten aan mede door de ziekte van zijn zoon. Kort over die in rankingpositie van Mark Selby met zijn vijf toernooien die hij twee seizoenen geleden op. Die daar ook weer af gaan vallen dit seizoen. Is er een prognose dat Mark Williams, aan het eind van dit kalenderjaar de oppositie over zou kunnen nemen? Tenzij natuurlijk Selby de vorm die de China Championship had door weten zetten. De camera in lijn van zijn shots achteruit uit, als het mijn pols zou gaan missen. Als een opspeler waarbij het er dan op uitziet alsof hij misgaat, maar die dan toch zorgen dat hij erin gaat. Zoals we bij zo'n trap veel zien. Veel screw, veel trekeffect. Niet naar hard en af laten ketsen naar de linkerkant. Misschien dat die rode nog een tikje krijgt. En een tikje maar niet weggetikt. Blijft beschikbaar voor een paar lossen. Deze rode blijft tussen de kleuren. De rechter rode die er mee moet gaan. Zet. De goede kant van zwart blijven. Boven. Dit is netjes.